Kijk die grote kleine man. Met een sigaartje op de lip. Onderweg in het leven. Samen met die andere grote kleine man. Hoeveel gaan we doen dan? Ik was daar 23. Oké, die schrijven we dan. We waren mee met Rederij Goedkoop in Amsterdam. Op een zeesleper. Met de kapitein. En die antenne die zou voor 27 ook voor de radio. En kok. En een machinist. En wij mochten mee als, ja, als jongetjes. Want dat zijn, ben je dan eigenlijk nog als je 23 bent onderweg. Ja. En zo'n zeesleper, dat is een werelds gebeuren. En die grote, ja, dat zijn het oceaanstomers. Die zeetankers, die joekels die in de haven liggen. En die via het Noordzeekanaal de Noordzee opgaan en de wereld in. Daar proefden wij het dan van. We koken toch een beetje eten daar. Onder elkaar. Dus we zijn als jonge mensen allemaal onderweg. Moeten we een ervaring hebben. Dan moet ik misstappen. Dat zijn allemaal jeugdvrienden op de video. Er is ook nog een meisje bij. Dus dat is ook interessant, hè, die leeftijd, dat jongetjes, dat jongens en meisjes contact maken met elkaar. Elkaar aftasten. Om te zoeken hoe de liefde zit. En allemaal een gekookt eitje uit de kombuis. Nou, dat dus. En daar zie je het logo van de Rederij Goedkoop. Hier in de sluis met het Noordzeekanaal. De verbinding tussen het kanaal en de Noordzee. Ik rouw het ook voor 70. Prachtig.